Dat is weer een beloning voor mij, maar ik ben er nog lang niet waar ik wil zijn. Ajax heeft opnieuw een talent uit de eigen jeugdopleiding vastgelegd. Middenvelder Joeri Regeer tekent een contract dat hem voor de komende 3 jaar aan Ajax verbindt. Ja, heel mooi. Dat de club de kans hier aan mij geeft en dat ik dit zelf heb verdiend. Dat is weer een beloning voor mij, maar ik ben er nog lang niet waar ik wil zijn. Joeri heeft de afgelopen periode zich zo goed ontwikkeld dat wij besloten hebben om te belonen. Hij is begonnen bij onder 16, vervolgens heel snel bij onder 7 en inmiddels ook bij onder 19 gevoetbald. Joeri heeft laten zien dat hij ontzettend veel investeert in onze ontwikkeling. Hij is een veelzijdige middenvelder, kan op verschillende posities, ook vaardigheden veelzijdig. Hij heeft diepgang, balvaardig, is een teamspeler, scoringsvermogen en een dienende speler. Het is ook iemand die zijn beperkingen en kracht kent. En dat maakt hem zo bijzonder dat we hem graag willen belonen met het contract. En waar liggen dan volgens jou nog verbeterpunten voor jezelf? Hoe ik moet staan in het veld, soms met tussen de linies of openstaan en hoe ik de bal moet vragen. Wat wordt jouw doel voor het komend seizoen? Ja, komend seizoen heel veel wedstrijden spelen, het liefst in de onder 19. Ja, gewoon elke dag het beste uit jezelf willen halen en dan ja, zo snel mogelijk door willen stromen. Wij willen niet denken in teams of getallen. Het gaat erom als hij bij onder 17 goed ontwikkelt dan onder 19. Wij proberen de omgeving te zoeken wat bij een individu past. Dus als blijkt dat Joeri past bij onder 19 of jong, dan zullen we dat gaan doen. Regeer kwam 2 jaar geleden over van de jeugdopleiding van ADO Den Haag. Toen Ajax de interesse kenbaar maakte, was zijn keuze snel gemaakt. Van kleins af aan is dat mijn droom geweest om Ajax te halen en ja, profvoetballer hier te worden. En toen Ajax interesse in me had, was de keuze van mij heel makkelijk.